zo wel steeds meer met Attelpad te worden. Maar goed, het is nog steeds de vraag op straat bij Breda nu. We gaan het hebben over de markt, het Glazen Huis. In de week voor kerstmis staat hier het Glazen Huis. Voor het stadhuis en voor het VVV-kantoor komt dat Glazen Huis te staan. En dan moet de weekmarkt op vrijdag en dinsdag... wordt dan verplaatst op vrijdag naar het Chausseeveld en op dinsdag naar het Scholakkerplein in het Schinneke. Is dat een hele nieuwe locatie. Ja, we gaan maar eens vragen hier aan de trouwe marktbezoekers of dat ze mee gaan verhuizen naar het Chausseeveld en naar het Scholakkerplein. Dat is vandaag de Vraag op straat bij Breda Nu. Ik ben meteen maar eventjes achter een marktkraam gekropen. Want ja, jullie gaan dus verhuizen hè, in december naar het Chausseeveld en naar het Scholakkerplein. Goeie zaak. Ik heb het gehoord. Dat zal moeten blijken. Dat weten wij natuurlijk niet van tevoren. Het is onmogelijk om dat van tevoren te zeggen of dat goed of slecht is. Mm-hmm. Ja, ik heb dat zelf nog niet meegemaakt, maar ik hoop dat het wel lekker druk blijft. Ja. Heb je daar een beetje begrip voor dat jullie moeten wijken zeg maar, voor het Glazen Huis van 3FM? Jawel, jawel, jawel. Het is maar tijdelijk, het is niet voor altijd, dus ja. Geen probleem. Okay. Nou wordt de markt die gaat verhuizen hè, in december naar het Chausseeveld en naar het Ginneke, het Scholakkerplein. Ja. Gaat u mee verhuizen? Dat weet ik niet. Ik kan wel zeggen ja, maar het is niet zeker dat ik het doe. Ik woon daar vlakbij. Oh, je woont daar vlakbij? Ja, het is beter. Grote plek, veel leuk. Betere plek? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Een stuk goedkoper. Ja, maar ik bedoel, je verhuist wel mee daar naartoe. Het is wel niet zo gezellig. Nee. Maar je doet er wel je boodschappen vanwege de prijs. Mm-hmm. Hè? Dat is toch zo? Ja. We gaan altijd de markt bezoeken. Ja? We zijn trouwe klanten. Okay. Dus dat maakt niet uit waar die gehouden wordt? Nee, dat maakt echt niet uit. Nee. Markt is markt. Ja, wij verhuizen mee. Ja? Uiteraard. Ja. Maar in januari komt u alweer terug. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, maar wij verhuizen mee natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, u gaat dan wel op vrijdag naar het Chausseeveld en dinsdag bijvoorbeeld naar het Scholakkerplein in Schinneke. Ja, precies. Precies. Nou, ik geloof dat we over het algemeen wel mogen zeggen dat het voor de meeste marktbezoekers en ook voor de marktkooplui geen probleem is dat de markt tijdelijk verhuist naar het Chausseeveld en naar het Scholakkerplein. Dus hij komt ook vanzelf weer terug. Maar we willen natuurlijk ook graag jouw reactie weten. Dus nou, laat dat eventjes aan ons weten. Dat kun je hier op de reactiepagina verder invullen. En dan is er volgende week weer een nieuwe vraag op straat bij Breda Nu.